Zo. Welkom bij Proviski, ik ben Paul. Ik ben Rick. Welkom bij Proviski, ik ben Paul. Ik ben Rick. Jij hebt iets speciaals. Nederlandse whisky. Nederlandse whisky. Groot fan van. Groot fan van. Want wij zijn ook een beetje Nederlands. Op een of andere manier. Nou, jij wel, ik niet. Helemaal niet. Officieel. Ja. Nou, toch wel een beetje. Deze ben je eigenlijk per toeval tegengekomen, toch? Klopt. Je ging op iets anders af. We gaan even geen reclame maken daarvoor, maar toen kwam je dit tegen. Toen kwam ik dat tegen en toen dacht ik bij mezelf een Nederlandse vlag of een fles whisky. En toen heb ik mijn internet aangezwengeld en ik vond alleen maar goede recensies. Ik dacht van, niet veel, maar vond die wat ik vond, waren allemaal goed. Ja. Dus ik dacht van, ja, dit gaat in mijn mandje. Ja. Ik ken hem niet, dus ik ben wel benieuwd. Ik heb hem 1 keer geproefd. Ja, ik zie het. Kan je iets zeggen over Think? Nee. Niet zo even. Nee, ja. Ja, goed, we hebben het opgezocht, iets over de whisky, maar Think zelf... Zegt helemaal niks. Nee, ja. Nou, we hebben inderdaad heel even snel gekeken hoe en wat. Op een eigen website geven ze aan dat het eigenlijk een... tussen haakjes een samenstelling is van 3 verschillende vaten. Dus 3 keer een ex-bedoofvat, maar een rijping van 3 jaar, vijf jaar en 7 jaar. Ja, precies. Dus ik denk dat dan de naam is, omdat het dan triple wood is. Ja, dat zeggen ze volgens hun eigen site. Dat gezegd hebben, we hebben elders ook wat informatie gevonden. En er is ook iemand online, ik ga even geen namen noemen. Hij beweert zelf dat het een combinatie is van ex-bourbon, dus first fill. Refill. Refill ex-bourbon en dan ook nog een vat waar Bordeaux voorheen in heeft gezeten. Beetje tegenstrijdige informatie. Dat kun je wel zeggen, want ze zeggen zelf helemaal niks over bourbonvaten. Nee, dus wij gaan gewoon even vanuit van wat de distillerij zelf aangeeft. Dus gewoon 3 vaten, allemaal ex-Bordeaux, 3, 5 en 7 jaar oud. Ja. Oké. Maar dan is het 3 wood. Dan zou je eigenlijk verwachten 3 verschillende soorten hout. En nu is het 3 verschillende soorten leeftijden eigenlijk op hetzelfde hout. Of hebben ze 3 verschillende Bordeaux-vaten van hetzelfde jaar? Of wat hebben ze? Ja, ik zou zeggen, vertel het ons. Als je dit ziet en je weet het, vertel het ons. We hebben het niet terug kunnen vinden. We zijn heel nieuwsgierig. Dit is batch 1. Dit is ook een nieuwe whisky. Is dit jaar pas uitgekomen, klopt dat? Of vorig jaar, dit jaar toch? Eind vorig jaar waren ze schijnbaar begonnen met bottelen, wat ik zo snel gevonden had. Dus... Nou, dit is in ieder geval batch 1. Als je online gaat zoeken, is die op veel websites al uitverkocht. Volgens mij wel op de eigen website wel nog te krijgen. Oké. En ik heb het even gemist, was 42,7%. Dat is netjes. Netjes als het niet gewoon naar 40 gaan, maar dat ze toch iets anders doen. Dat is hoger dan 40 sowieso goed. Nou, ben benieuwd. Ik ook. Ik moet wel zeggen, op afstand ruik ik al iets anders eraan. Het is niet meteen gewoon een tussenhaakje standaard whiskyluchtje. Er komt toch iets aparts. Niet vervelend bedoeld, gewoon uitnodigend. De kleur, eigenlijk weinig over te zeggen. Maar er zit toch wel, vooral als je in die fles kijkt ook. Dit is niet een standaard kleur voor een standaard... Ik vind hem wat troebel in het, in het fles. Ja. Maar dus vooral de kleur die... Dat is niet een standaard kleur voor, ook al is hij 7 jaar oud. Zeg. Ja, maar dat hij stroebel is. Ik denk dat ze geen strenge filtering hebben toegepast. En dat kan ik wel waarderen. Oké. Want filtering is altijd... We hebben het niet gedaan. We hebben niet gezien, Rijk. Ja, filtering haal je altijd iets van smaak weg. Dus we hebben, staat het hier erop? Daar staat verder niks van op, nee. Oké. Dus... Ja, ze geven wel aan de fles aan dat het gewoon Bordeaux Cask Aged is. Mooi. Nou, op de neus valt meteen een aprikoos op. En anijs.
Ja. Ja, die anijs komt nou... ik heb hem al eens een keer geproefd, maar toen... Het is ook het moment van de dag en we hebben net al wat whisky gehad en... Ja, dat is mij toch... Het beïnvloedt toch je geur en je smaak. Want die anijs haal ik de eerste keer niet zo eruit. Ik had meer dan een beetje dat fairness-achtige... En dan niet op een verkeerde manier. Een soort fairness-achtige geur. Ik snap wat je bedoelt, ja. Die ik zeker aantrekkelijk vond. Eikhout invloed is ook aanwezig. Ik ruik wel wat eikhout. Ja. En de mandelen. Ja, die abrikozen, inderdaad. Voor mij is het voornamelijk, dus wat de hoofdrol speelt, is het abrikozen en anijs. Ja. De mandelen en de eikhout, die voegen wel iets toe, maar die hebben geen hoofdrol in het verhaal bij de neusaroma's. Ja, wat ik eigenlijk toch stiekem een beetje mis, is dan... Toch die wijninvloed, als je zo'n heftige wijnlagering hebt gehad. Dat mis je inderdaad. We hebben recent een andere whisky die op Bordeaux-vaten heeft gelagerd. Daar was het heel duidelijk aanwezig inderdaad. Ja, precies. Ik ga eens proeven, ik ben wel benieuwd. Ik ook. Slaantje. Slaantje. Of Nederlandse whisky. Ja, gezondheid. Gezondheid. Dit is wel heel grappig. De mondsmaak komt heel anders over als de neusaroma's. Alhoewel ik wel die abrikozen zeker terugproef. Die zit er zeker in, maar is niet zo aanwezig als op de neus. Voor mij, op de mondsmaak is het voornamelijk zwarte peper, cacao en menthol. Dat zijn de dingen wat voor mij als eerste opvallen. De abrikoos zit eigenlijk meer op de achtergrond. Oké, want ik moet zeggen dat ik die abrikozen toch wel, misschien heb ik me daarop geconcentreerd. Er zit ook een lichte citrus aan, maar voor mij, nogmaals, de abrikozen heeft toch wel iets meer een achterzetel genomen. Het is toch weer meer op de achtergrond gegaan. Ja, het is toch weer menthol, zwarte peper, cacao, die combinatie. Op een of andere manier ben ik dan toch gefocust op die abrikozen. Want voor mij, ik vind die abrikozen als eerste aankomen. En daarna dan die menthol en peper. Ja, de abrikozen zit voor mij voornamelijk gewoon echt op de neus. En dan zie je nu wat het verschil is, dat hoe iemand een whisky waarneemt. Ja, dat kan heel verschillend zijn. Afdronken is niet heel lang. Nee, het is gewoon kort te noemen. Engelse whisky. Nee, ik ben gewoon eerlijk. Het is gewoon kort. Het is een kort afdronk. Als je goed oplet, is die wel kruidig. De anijs komt weer terug. Eiken zit er ook in. En er zit ook een... Abrikoos zit er niet. Maar er zit iets van appel. Qua fruitigheid. Maar het is voornamelijk eiken en anijs. Dat zijn de twee dingen wat op de afdronk zitten. Maar het is een prettige afdronk. Het is eigenlijk wel jammer dat hij wel kort is. En als ik dan teruggaan naar de neus en ook een beetje richting de mondsmaak, moet je toch een heel klein beetje aan een hoestdrankje denken. Heel klein beetje. Door die anijs-menthol. Anijs-menthol-combinatie inderdaad. Ja, er zit nog iets op wat ik niet helemaal kan plaatsen. Maar wat ik wel grappig vind is, ik proef hem nou voor de eerste keer. Of voor de tweede keer. De eerste keer, voor de Jaanse verspreking. De eerste keer kwam die whisky heel anders aan dan die nu aankomt. We hebben nu een aantal whiskies geproefd deze avond. Hij kon echt heel anders aan dan toen ik hem de eerste keer proefde. De eerste keer vond ik echt een beetje die fairness-achtige... effect vond ik wel heel aantrekkelijk en ook heel apart voor een whisky. Dus ik vond die wijninvloed toen wat heftiger aankomen. Die fairness-achtige kwaliteit, die vond ik gewoon aantrekkelijk. Vond ik vernieuwend. We hebben nog nooit zo bij een whisky ervaren. Met fairness, maar ik denk dat het inderdaad sterker naar voren zou komen als je voor de eerste keer proeft. Dus als je een schone palate, dus als je een schone tong hebt.
dat, nu dat je het zegt, ben een beetje gaan kijken of ik dat ook terug kan vinden. En dan zit dat wel een beetje in. Maar ik ben met je eens, dat wordt nu enigszins gedempt, een beetje weggemoffeld. In feite dat we al wat whisky's gehad hebben vandaag. Wat ik wel erop heb, er zit een, eigenlijk op de neus, Romans richting de mondsmaak, zit er een, toch een beetje een zure zuivelachtig iets in. Het, ik zou bijna willen zeggen dat het, op, het laat me een beetje aan karnemelk denken. De zuur kan ik met je meegaan, want ik heb toch een beetje zo'n citrusgeur. Goed, en die zuivel, die doet die misschien een beetje denken aan room of misschien een beetje aan die butterscotch-achtige. Ik kan met je meegaan en er zit een zuurige, citroenachtige achtige geur. Ja, daar kan ik wel met je meegaan. Maar echt karnemelk. Ja, dat... Zeggen, ik vind het heel interessant. Maar inderdaad, het staat niet heel groot op de voorkant dat het Bordeaux cask finish is. Wat ze wel zei, a smooth whisky, tones of wood with a subtle kick of red fruit. Ja, het rode, de rode fruit, ik mis dat wel een beetje. Ik had dat eigenlijk ook wel wat meer Bordeaux invloed. Want dat is inderdaad rood fruit, hè? Bessen, druiven, dat soort dingen. Krasses, noem maar op. Wat Bordeaux wijn ook in zich heeft. Dat... Ja. Ik had eigenlijk ook liever wat meer invloed daarvan. Ja, ik mis dat nu een beetje. Maar het zou kunnen zijn, wij zijn natuurlijk wel wat gewend. Dus we hebben ook andere whiskies gehad met een Bordeaux cask finish. En misschien zelf ook wat meer Bordeaux wijn genuttigd. Dus we zijn wat anders gewend en verwachten meer. Misschien iemand die dat eigenlijk niet of nauwelijks drinkt, die zou het misschien anders kunnen ervaren. Ik denk dat het wel zo correct zeg. Hè? Dat denk ik ook. Ja. Het is in ieder geval wel een whisky. Hij heeft een smaak en een geur die ik nog nooit bij een andere whisky op deze manier zo precies ervaren heb. Ja, het heeft een eigen smaak. Zeker. Ik weet niet of iemand het me blind zet dat ik meteen denk, oh ja, dat is een Vink whisky. Maar het heeft wel echt een eigen smaak. Het is niet een smaak wat heel snel terugkomt bij een andere whisky. Nee, en dat mental and nice aspect, dat verwacht je eigenlijk eerder bij een Genever. Ja, ik heb goede hoop dat het... ik vind dit al goed. Ik vind het wel goed gedaan. Ik vind het apart. Veel over het hebben. Het is interessant inderdaad. Ja. Zeker weten. En het is zeker geen straf om te drinken. Nee, goed. Ik laat me verrassen wat de toekomst gaat brengen. Dus bedankt voor het kijken. Zeker geen straf. Nee. Zeker geen straf om te drinken. Lekker. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. En misschien bij Batch 2. Wie weet. Jazeker. Slaantje. Slaantje. Gezondheid. Ja, gezondheid. Proost. Nog steeds getriggerd heeft, is het feit dat zij op hun website hebben gezegd, gewoon 3, 5 en 7 jaar oud whisky uit Bordeaux vaten. Dus echt Bordeaux vaten. En dan iemand anders die een review geschreven heeft, zegt dat het dan gewoon first fill ex-bourbon, second fill ex-bourbon en eigenlijk bedoel vaten. Hoe komt hij erbij inderdaad? Hoe kom je in die informatie noemen? Showtime. Showtime.